Ja, het heeft lang geduurd deze keer voordat de CAO rond was. Meer dan 10 rondes en zelfs 2 marathonrondes van bijna een heel etmaal. Maar nu ligt er uiteindelijk een heel goed gebalanceerd akkoord waar de instellingen tevreden mee kunnen zijn, maar die ook voor onze medewerkers een uitstekende CAO bieden en ervoor zorgt dat de ziekenhuizen, de instellingen, de revalidatiecentra goede plaatsen zijn om te werken. Ja, de wachtgeldregeling is ook een belangrijk element van de CAO. En er is nogal het een en ander veranderd. Het belangrijkste is eigenlijk dat die omgezet is in zeg maar een activeringsregeling. Waardoor wat nu voorop staat is mensen van werk naar werk begeleiden. En dat is een belangrijke stap vooruit. Ja, dat was een onderwerp met nogal wat onduidelijkheid. Er is nu de knoop over doorgehakt. Onregelmatigheidstoeslag wordt ook uitbetaald over de wettelijke vakantiedagen. Dus dat is ook weer extra helderheid. Dat is verruimd. Dat is prettig voor de medewerkers. Dat kan nu niet alleen besteed worden aan scholing, maar is ook mogelijk om dat voor vrije tijd te bestemmen. En eventueel kan het ook uitbetaald worden. Ja, dat is misschien wel een hoofdmoot van onze CAO. Want omdat er zoveel verandert in deze tijd, ICT, e-health, op medisch gebied, is het belangrijk dat ons personeel heel erg goed bijgeschoold blijft, ook om langer te kunnen doorwerken. Daarom zal ook scholing in de tweede fase van je loopbaan ook even actueel blijven als wanneer je jong bent. De leden van de NVZ gaan daar maar liefst 3% van de loonsom aan besteden. En daarvoor is dan ook een speciaal project opgezet om het personeel binnen de ziekenhuizen, binnen onze instellingen extra te kunnen scholen. Het KIPS-project. Precies, en nu de CAO rond is, kan die ook uitgevoerd worden. Dat is een substantiële verbetering voor de artsen die bij ons in vaste dienst zijn, bij onze leden. En dus ik denk dat die ook heel blij zijn dat de CAO nu rond is en dat die verbeterde regeling voor hen ook van start kan gaan.